zien we hier? Dit zijn sensprenten. Vroeger, toen de boekdrukkunst nog maar net begonnen was, werden deze prenten gemaakt voor het volk. Ze kosten 1 cent, vandaar ook de namen 1 cent print. Inmiddels zijn ze wel wat duurder geworden. Ze beginnen ook, doordat ze wat ouder zijn, ook origineler en zeldzamer te worden. En hier zie je een sensprint die eigenlijk, dat is eigenlijk een misdruk. Je kan dat zien als je heel goed kijkt, dan zie je dat er een verschil is tussen de rode en de groene kleurtjes. En het zwart is er later overeengedrukt en het is verschoven. Je ziet hier dat het groen buiten het zwarte lijntje valt. Dat betekent eigenlijk dat de druk niet goed is. Maar nu juist weer bijzonder, omdat het gewoon niet meer gemaakt wordt. Hoe kom je eraan? Ik heb deze gevonden op een veiling. Hier in Friesland. Ik ben even de naam vergeten. En ja, ik vind het leuk om te kijken naar kinderboeken, naar stripboeken, oude prenten. Ben ik in geïnteresseerd. En ja, deze die hebben we gevonden op een veiling.